allemaal, mijn naam is Isis en dit is mijn allereerste video op YouTube. En in deze video laat ik mijn Q&A zien. Jullie hebben zelf de vraag ingezet. Een paar van jullie leuke vragen uitgekozen en die ga ik in deze video beantwoorden. Laten we beginnen bij de eerste vraag. Vraag 1. Wat doe je het liefst? Nou, wat doe ik het liefst? Tijd doorbrengen met mijn vriendinnen of met mijn ouders, met mijn broer of... lekker uit eten, lekker shoppen. Ja, heel veel geld uitgeven vind ik leuk. Maar het doet ook alweer pijn in mijn hart. En werken vind ik ook heel erg leuk. Zullen jullie misschien niet verwachten, maar... werken vind ik leuk. Vooral omdat ik leuke collega's heb. En mijn baas en baasin zijn mijn ouders. Ja, dus dat eigenlijk doe ik het liefst. Vraag 2. Wat is je type? Nou, wat is mijn type? Ja, zorgzame, lieve, maar niet te lief, want dan word ik helemaal gek. Ik heb niet echt een type dat ik helemaal duidelijk omschrijf of zo. Maar wel iemand die ik super knap vind. Jullie kijken vast allemaal wel naar Mokro Mafia. En dat is modeshow, Bilal. Vraag wat mijn type is, zou ik een beetje dat omschrijven als type. En hij lijkt me ook heel lief, misschien is hij dat niet, maar... Vraag 3. Zelf vond ik dat best wel een leuke vraag. En ik heb hier heet het een haar op mijn lip of zo. Maar goed. En de vraag is, hoe ben je begonnen met modellenwerk en hoe is het gekomen tot klussen in het buitenland? Een vriendin van mijn moeder heeft een sieradenlijn Bandoe. Ik heb ze ook allemaal om trouwens, de sieraden. Allemaal de ringen en zo ook allemaal. En zij had mij toen ooit een keer gevraagd om of ik model wilde zijn voor haar shoot, voor haar sieraden. Nou, toen dacht ik, toen vroeg ze mij en toen had ik gezegd, nou ja, dat wil ik wel. Maar ik vond het wel een beetje spannend natuurlijk, want dat was mijn allereerste keer ook shooten en direct ook al voor een merk. Toen heb ik dat gedaan en toen was ik met een fotograaf en zij waren best wel enthousiast over me. Ze zeiden dat ik het voor een eerste keer al helemaal heel goed deed. En toen werd ik daarna via Instagram benaderd door een vrouw in Almelo, als ik het goed heb. Die vrouw wilde wel een keer foto's van mij maken. Of van mij maken. En toen dacht ik, ja, weet je, waarom niet? Dat vond ik ook wel een beetje spannend, want ik kende haar natuurlijk niet. En mijn eerste shoot ken ik haar wel. Dus, nou, ik dacht, mijn moeder ging mee. Ik dacht, lekker doen. En we zien wel hoe het loopt. En toen ben ik daarheen gegaan met mijn moeder. En toen hebben we binnen in de studio foto's gemaakt. Met allemaal verschillende looks en zo. Wel best wel vet, alleen ik had best wel veel make-up op en het was wel een beetje heftig. En mijn haar was helemaal in de krul en weet ik veel allemaal. Was wel, vond ik zelf, niet helemaal bij me passen. Ik heb nu ook trouwens een klein beetje make-up op, maar verder draag ik in het dagelijks leven nooit make-up. Voor mij was het direct heel erg heftig. Wel zijn er super toffe foto's uitgekomen en was het een toffe ervaring. Dat was dus mijn tweede keer. Mijn derde keer... volgens mij was het helemaal niet de vraag trouwens. Oh jawel, hoe ben je begonnen? Nou, zo ben ik dus begonnen. Daardoor werd ik meerdere keren benaderd via Instagram. Uiteindelijk ben ik nog een tweede shoot gaan doen met het merk Bandoe. En toen was er een fotografe. En ik heb het super gezellig gehad met haar toen met shoot. Ik ben altijd mezelf. Ook in het echt ben ik gewoon altijd mezelf. We hadden gewoon een goede klik. Toen heb ik later nog een keer een berichtje gehad van Julia. Of ik naar Groningen wilde komen. En met haar een interview wilde doen. Nou. Dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik later gebeld en vroeg ze of ik voor een shoot mee wou naar Fred Ventura. Toen dacht ik, wat? En ik was ontzettend blij dat ik daarheen ging. En ik ging dus voor 3 merken ging ik daarheen. Voor een sieradenmerk, een badpak en bikinimerk. En voor een nieuwkomend merk. En dat is een tassenmerk. Eindelijk, ik ben er ongeveer volgens mij 7 dagen geweest. Kwamen er de laatste 3 dagen kwamen ook nog andere modellen. En daar heb ik het ook super gezellig mee gehad, want hun kwamen alleen maar voor het tassenmerk. Zo ben ik dus gekomen aan mijn klus in het buitenland. Dus we gaan maar gauw weer door naar vraag 4. Is waar zie je jezelf binnen nu en 5 jaar? Ik wil heel graag vroeg kinderen. En vroeg is niet 19 of zo, 20, niet nu. Rond de 22, 23 zoiets. Maar eerst moet ik nog een vriend. Zie ik mezelf binnen 5 jaar. Ik zou heel graag groter willen worden met modellenwerk. En
daarmee door willen gaan. Dat zou ik heel graag willen in 5 jaar. Maar vraag 5. En dat is, je gaat naar een onbewoond eiland. Welke top 3 dingen neem je mee? Welke top 3 dingen neem ik mee? Nou, ik denk een tandenborstel. Want ik kan er echt niet tegen als mijn tanden vies zijn. Ik heb trouwens niet mijn tanden gebleekt. Voor heel veel mensen die dat wel denken. Ik poets mijn tanden gewoon. Ik poets mijn tanden gewoon elke dag. Ja, de ene keer met de hand en de andere keer met elektrisch. Vaak met elektrisch. Maar soms ook echt geen zin in, doe ik met de hand. Gaan we door naar vraag 6. Ben je blij met hoe je eruit ziet? Oh, ik ben best wel blij met hoe ik eruit zie. Ja. Gaan we door naar vraag 7. Lievelingsgerecht dat je zelf kan maken. Eigenlijk is mijn lievelingsgerecht al een beetje rotti van mijn moeder. Alleen dat kan ik zelf niet maken, want het moet ook een dag van tevoren. En je bent er uren mee bezig. Maar wat ik zelf kan maken is denk ik pasta met pesto of pasta carbonara. Dat vind ik allebei zo onwijs lekker. En ja, ik ben gewoon een pasta fan. Ik hou van Italiaans eten, heel erg. En van wijn, vino natuurlijk. Dat is een beetje wat ik zelf kan maken en waar ik heel veel van hou. Wat doe je vooral in je quarantaine? Eigenlijk is elke dag een beetje hetzelfde. Nou ja, niet hetzelfde, maar veel hetzelfde. 'S Ochtends vroeg ga ik namelijk naar mijn paard toe. Dan ga ik haar stal uitmesten en ga ik rijden. Of als het lekker weer is, ga ik lekker op bosrit. Ja, daarna zet ik haar lekker weer in de wei. Daarna ga ik naar huis, ga ik even douchen en ga ik of helpen op de zaak. Of ik help mijn moeder met dingen, of ik maak het huis schoon. Of ja, nou dat doe ik een beetje. En ik ben nu dus iets heel leuks aan het doen. Er komt hierna een super leuke vlog aan. Dus die moeten jullie vooral gaan kijken. Daar ben ik dus veel mee bezig om dat te editen, want het is best wel mega veel werk. En ik heb ruzie, jongen, met al die programma's. Het is vreselijk. De volgende vraag is, wat was je leukste shoot of grappigste ervaring tijdens je shoot? Mijn leukste shoot was op Fuerteventura. Grappigste ervaring, ja, onze avondjes dat we wat hadden gedronken aan de bar. En dat we 's avonds samen belanden in het zwembad. En dat we door de security naar onze kamer werden gestuurd. Maar we waren echt kinderen toen, jongen. Echt, nee, maar het was geniaal. We hebben ons helemaal doodgelachen. En de volgende vraag is, hoe lang ben je? Ik ben 1,71, 1,72 volgens mij zoiets. 1,70, 1,71, zoiets. Ja, ik ben niet heel groot. De volgende vraag is, als je op een date mocht met een bekend iemand, wie zou dat dan zijn? Ja, is dat een bekend iemand dan uit Nederland of uit alle landen? Als ik op date zou mogen gaan met een bekend iemand in Nederland, dan zou ik met Bilal gaan. Ik kon kiezen van de hele wereld. Dan, ja, wie zou dat zijn? Ik heb geen flauw idee. Maar in Nederland in ieder geval zou ik met Bilal gaan. Volgende vraag is, heb je broers of zussen? Ik heb 1 broer. En die is 21. De volgende vraag is, hoe lang doe je al modellenwerk? Ik doe dat nu volgens mij 3 jaar. Alleen ik doe het niet fulltime of zo. Ik word af en toe word ik gevraagd. Ik zit namelijk ook nog niet ingeschreven bij een bureau. Dat is me wel een paar keer gevraagd. Wat is mijn favoriete merk of winkel? Merkdingen. Ja, is merk dan Zara? Dat is ook een merk natuurlijk. Ik vind Louis Vuitton heel erg mooi. Dior en al die dure shit vind ik allemaal heel erg mooi. Maar ik haal gewoon mijn kleren bij de Zara, bij de H&M, bij Naked bijvoorbeeld. Of ja, van alles. Ik koop overal wel mijn kleren eigenlijk. Als ik iets leuks zie in winkel, dan haal ik het gewoon. Nou, dit was hem dus alweer. We moeten niet te lang doorgaan. Ik heb nog hartstikke veel vragen, maar die beantwoord ik allemaal wel een andere keer. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje iets meer over me weten. En nou, als jullie goed gekeken hebben en goed geluisterd hebben, komt er hierna dus een superleuke vlog aan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.